Okay, watch the gate. Wij gaan kijken van wie heeft hier de snelste stap. Wie gaat hier met de overwinning naar huis bij de boys van 7 jaar. Wij kijken naar Logsprinters aan de binnenkant. Logsprinters met 1911 is dat dan Brandon Timpers. Gaat die dan als eerste daar die eerste bocht in? Even kijken, wij zien in ieder geval de Rapid Wheels daar op die tweede positie. Daan Volkers zit er goed bij hoor, goed bij. En ook de man van het SCC de Vaart die komt daar, die schuift daar door naar die tweede positie. Derde positie, 2.65 hebben we het dan over. Sepp Schipper, Schipper daar op die derde positie. Ook Vin Visser zit er nog bij op 4. En dan gaat hij van links naar rechts. En dan gaan we kijken hoor, als die laatste bocht uitkomen. Wie gaat hier met die meeste punten naar huis? Is het dan de Logsprinters of de Rapid Wheels? Of er komt daar dan toch nog Sepp Schipper binnendoor? Sepp Schipper schuift in ieder geval door naar die tweede positie. Maar de overwinning is voor de Logsprinters. Plaat 1911, Brandon Timpers. Daar kan jullie voorstellen, de meisjes van 6 en 7 jaar in race nummer 5.